Nou, we hebben vandaag een brugligger getest, een geprinte brugligger. Dus hij is verschaald met de factor 3. En we hebben daar, deze is ook berekend en gesimuleerd met de computer. En vandaag hebben we betonplaten erop aangebracht om te kijken hoe die reageert. En berekend was hij op ongeveer 2 tot 3 ton. En hij heeft nu ongeveer 6,5 ton aan gewicht gedragen. Nou, dit is de eerste verkeersbrug in de wereld die geprint is. En dat wil zeggen dat we zowel de fundering, het dek, als de leuning geprint hebben. Dus je hebt wel bruggen en constructies waarvan onderdelen geprint zijn. Maar hier hebben we getracht gewoon de volledige brug te printen. De eerste fase is dat we de ligger printen en vervolgens proefbelasten met deze platen. Om te kijken, dus eigenlijk de berekeningen te kalibreren. Vervolgens, de tweede fase, is dus het maken van de brug in de Blauwe Stad. Dat is een verkeersbrug van 10 meter lengte. Daarna maken we de brug. Vervolgens, als we de brug gerealiseerd hebben, de 10 meter brug, kunnen we met vrachtverkeer eroverheen, want dat is ook een testbrug, vrachtverkeer eroverheen en kijken hoe hij zich houdt. En daarna hebben we een fase, dat is fase 3, waarbij we proberen een grotere brug, een brug met een lengte van orde 20 tot 30 meter, met een hele bijzondere architectuur, om die te bouwen. Dus we hebben nu fase 1 met succes afgerond. Ja. Vandaag was een heel groot succes. De test laat zien dat, dat de geprinte brugligger heel veel belasting kan opnemen. Dus wij willen nu de volgende fase in om de brug te realiseren.